Nou, mij is gevraagd om vandaag wat te vertellen hier over de graskuilen. En eigenlijk over de kuilen over het algemeen. En dat vind ik zelf een heel bijzonder onderwerp. En dat is ook een onderwerp waar ik van denk dat het meeste verborgen rendement op jullie bedrijf zit. Dat is echt gigantisch. Maar we moeten ook wel eens een klein beetje anders gaan denken over dit hele gebeuren. En eigenlijk moeten we gewoon eens uit de teelt gaan denken. Van, ja, wat voor teelt hebben we nou allemaal en wat doen we? En als ik dan heel zwart-wit even ga kijken, dan hebben we een energieteelt. En hier hebben we een eiwitteelt. Dat zijn eigenlijk de twee teelten die we hebben. Maar als ik vanochtend in die zaal zit en ik luister daar eens even in het verhaal mee, dan denk ik, dan moeten we ons veel meer beseffen dat wij als boer nog veel meer dingen in de handen hebben om die herkauwers te gaan voeden. Want we zijn iedere dag met die herkauwers bezig. Dat is van belang. Wat doen we met die herkauwers? En dat beseffen we ons nog niet. Maar als ik hier twee dingen boven zet, hè, als ik deze twee erboven zet, dan hebben we de vier basisdingen waar een herkauwer op produceert. Als ik een herkauwer heb en ik zorg dat ik water, structuur, eiwit en energie heb, dan gaat die produceren. En dat wordt naar de toekomst toe nog steeds belangrijker. En dat klinkt een beetje vervelend, maar als ik dan 30 jaar terugkijk, dat betekent dat ik bijna klaar ben met werk. Toen waren we heel erg bezig. Toen waren we echt erop gefocust op dat mengvoer gebeuren. Iedereen was bezig met optimaliseren van mengvoer. In die tijd, 30 jaar geleden, was het heel normaal dat je gewoon een A-standaard of een A-bix voerde. Dat weten we allemaal nog wel. Dat was normaal. Als ik nu ga kijken hoeveel A-brok er nog de deur uit gaat, dat is eigenlijk voorbij. Het is allemaal maatwerk. We zijn constant aan het optimaliseren geweest om dat te gaan verbeteren. Om steeds meer rendement bij die koe vandaan te halen. Maar je voert die koe niet, je voert die bacteriën in die koe. En ik denk dat er een hele nieuwe fase aan staat te komen. En dat is deze fase, dat we met ons eigen ruwvoer, dat we daar nog veel meer de focus op moeten hebben. En dan kunnen we nog veel meer presteren met dat ruwvoer dan we nu doen. Ja, dan kom je hier en dan krijg ik gelijk al wat opmerkingen van mensen. Maar mijn karakter en mijn lichaam is gewoon aardslui. Want de meesten die boren 6 keer in die kuil. Maar ik doe dat meestal 2 keer, dat vind ik genoeg. Dat is veel te zwaar. Ik doe dat altijd met deze boor. Het blijkt gewoon dat er een enorme verhaal over die dichtheid is. En dat eigenlijk iedereen een beetje aan het schatten is. En wij gezegd, als we die boor hebben, dan weten we precies hoeveel gram er in die boor zit. Dat zetten we in een omrekentabel. Dan weten we eigenlijk wat voor kilo's droge stof we in die kuub hebben zitten. En dan wordt het wel weer interessant. Want als ik dan hier deze kuil hier ga bekijken, dan zie ik hier link in de midden, de dichtste plek, zit ik op 190 kilogram droge stof per kuub. Maar 190 is zeker niet slecht. Ik kom in Nederland veel meer tegen 150, 160. Ja, dat is onderaan. Ja, die moet toch ook dicht zijn, of niet? Ja, maar goed nieuws voor jou, want ik heb daar ook gedaan. Ja, 145. Ja, dat kun je wel lezen, hè? Ja. 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 Nee. Nee, maar het ziet er wel zo uit. Ja. Maar dat zie je ook geen één keer. Dat is natuurlijk ook prachtig, dat je hier die 190 hebt. En daar heb je die 145. Maar ik zit daar op 40 graden, hè, in die hoek. Op die temperatuur. Maar dat is dezelfde kuilhoop. Hoe kan dat? Ja, zuurstof, hè? Hij is daar gewoon veel dichter, hè? Ja, maar ik wil ook even het verschil laten zien. Dat kun je wel zien. Dus daar is hij helemaal niet dicht. Daar zit dus gewoon zuurstof in en dan vliegt die temperatuur omhoog. Bij temperatuursverhogingen van je kuil breekt schimmel gelijk uit. Deze schimmel, moet je je voorstellen, die zit helemaal in die kuil. Dat is niet dat dat van buitenaf ergens aankomt waaien en dat vliegt erin. Nee, dit zit al in die kuil. En doordat de omgeving heel gunstig wordt, breekt die uit. Dus wat is verschrikkelijk belangrijk, omdat we ruwvoer willen optimaliseren, dat we die temperaturen goed in de hand houden. Ik zeg nooit wat jullie moeten doen, hè? Begrijp me goed, hè. Maar je ziet gewoon, hij gaat nu omhoog. En kijk nu eens naar de oppervlakte boven. Hoe ga ik dat nou aanrijden dan?
hier heb je bovenin dat je niet meer goed aan kan draaien en dat je te veel in de midden blijft. En als ik veel in de midden blijf, wat gebeurt er dan? Dan krijg ik druk naar buiten toe. Dan gaat hij naar buiten toe. En daar kun je niks aan doen. Ik durf hier als advies te geven van stop op die hoogte. Ik heb er nu veel veehouders bij die dit hebben. Die zeggen van, ho, we gaan te hoog, we stoppen, we maken hem af en we gaan over op baan. En dan moet je maar eens nadenken, dat is op zich zo gek toch niet? Want dan ben je verder in de middag, wat gebeurt er op het veld? Wordt steeds droger. Waar komt dat te liggen? Bovenin. En er zijn erbij, ja, de een zegt, ben je normaal, we zijn met de kuil bezig, ik maak hem af. Maar die zegt gewoon van, ja, maar ik heb nu al een aantal jaren dat ik iedere keer die bovenkant, vliegt mijn temperatuur omhoog, dat kost me gewoon melk. Ik wil het niet meer. En die zegt gewoon, tot zover, ophouden, balen maken. Is een oplossing. Ik zeg niet dat het moet, maar is een oplossing. Deze schimmel, als je deze gaat kijken, dan kan ik je geruststellen, deze is nog niet zo heel erg giftig. Deze. Alleen, er is één die lijkt daar heel erg op. En die is wit en die wordt wat donsachtig. En die is wel heel giftig, dat is de Aspergillus fumigatus. En die gaat door de pens heen, gaat in de darmen zitten en die scheidt mycotoxines af. Dit moet je ook voorstellen, dit kleine plukje, dat gaat logaritmisch vermenigvuldigen in de wagen. Want wat gebeurt er? Dan ga je mengen, komt de zuurstof bij, dan gaat hij explosief aan de gang en dan vervuilt hij al het voer in die wagen. En dat gaat 40 keer logaritmisch voor het hek vermenigvuldigen. Dus het is gewoon heel jammer dat je dit hebt. En het is ook zo, als die pens goed werkt en die koe is goed vitaal, dan kan hij ook best heel veel van deze schimmels pareren. Dat is geen probleem. Maar als ik jullie iedere dag verschimmeld brood geef, het houdt een keer op. Huppakee, energie en eiwit. Ik durf hier gewoon onder te zetten. Dit is mais en dit is gras. Oh nee. En iedereen kan me allemaal mooi verhaal vertellen. Maar gras blijft nog een van onze mooiste eiwitteelten. Hier op investeren en hiermee aan het werk gaan is gewoon heel interessant. Als ik deze twee weer ga bekijken, dan zijn dit wel twee hele verschillende teelten. Hè? Er zijn wel bepaalde overeenkomsten en dat is hier bijvoorbeeld melkzuurbacterie. Die zit op beide. Wat ik op beide zit zijn gisten. Dat is wel echt een overeenkomst van die twee. Maar dan gaat het heel anders. Want dan ga ik kijken van, als ik hiermee aan het werk ga, dan moeten we kijken van, hoe gaan we daar nou verder mee? En als ik nou al die verhalen in de loop der jaren eens op een rijtje zet, dan kom ik er ook achter dat in de natuur het zelfregulerend vermogen heel erg groot is. Als je bij koeien kijkt in de pens en je bent met voeding bezig, daar zit een enorm zelfregulerend vermogen in. Als ik de beschikbare elementen maar kan geven aan het dier. Als ik in de bodem kijk, dan weten we gewoon dat we die bodem nog lang niet allemaal inzichtelijk hebben, maar een enorm zelfregulerend vermogen. Dat zelfregulerende vermogen zit ook in onze kuil. Heel duidelijk. Want je moet je goed beseffen, als ik daar zit met die bijna 200 kilogram droge stof per kuub, of ik zit daar. Ik heb twee hele verschillende klimaten op die twee gebieden. Dat betekent ook dat er ook hele andere bacteriën beneden dan naar boven aan het werk is. En dan word ik ook wel een beetje teleurgesteld in Nederland. Want dan lopen er ook mensen langs. En die lopen met zo'n inkoolmiddel. En dat inkoolmiddel past bij 25% droge stof, bij 35% droge stof en bij 45% droge stof. En dat past ook in de mais. En dan zeg ik, ja, dat kan gewoon niet. Want als ik mijn ruwvoer ga bekijken hoe variaties daarin zitten, en wat jullie dan met mengvoer allemaal daaraan aanvullen, dan heb je soms wel 20 verschillende soorten producten om dat ruwvoer te optimaliseren. Zo moet je ook meer in die bacteriën gaan denken. Je moet gaan optimaliseren. En als ik hier ga kijken, dan weet ik gewoon dat hier de pH die moet zakken ontzettend belangrijk is. Want dit eiwit buffert die pH. Maar als ik hier ga kijken, dan weet ik dat er voor die melkzuurbacterie een enorme voedingsbodem is van zetmeel en suikers. Dan is die pH in 3 weken tijd op een acceptabel niveau. Dan is het al klaar. Dus hier heb ik eigenlijk geen melkzuren bij nodig en hier juist wel. En als ik dit weer op tijd doe, dan zie ik ook dat mijn ammoniak
laag blijft. En als mijn ammoniak weer laag is, dan weet ik ook, ik heb geen stikstof verloren. Nou kun je alles gaan optimaliseren en je kunt je bemesting helemaal strak voor elkaar brengen. Maar als ik het hier weer laat liggen, dan win ik het links en verlies ik het rechts. En dat vind ik het grote moeilijkheid altijd van ruwvoer. Het is een aaneenschakeling van processen. En als ik mijn mind management in één keer ga veranderen, dan houdt dat wat in voor mijn totale proces. En dat moet je op een rijtje zetten. En dat is best wel moeilijk. Maar hier zie ik dus die pH. En hoe komt dat? Dat komt door het melkzuur. En nou was het ook weer wat. Want nou is er weer één klein beestje dat leeft en dat voedt zich met dat melkzuur. Gisten. En waar is die gisten voor? Dat is voor het fermentatieproces in het bier. Maar wat produceert die ook? Heel erg. Dus temperatuur, die gaat enorm omhoog. Want als ik aan het werk ben en die gisten zijn aan het werk, vliegt die temperatuur omhoog. Maar wat produceert die nog meer? Alcohol, hè. Daar, in dat bier komt alcohol, anders zou je nooit dronken worden. En dan in een kuil is dat geen alcohol, maar is dat ethanol. Maar dat ruikt echt gewoon net als alcohol. Als je dat wilt testen, dan ga ik altijd met opa naar de kuilhoop. En dan zeg ik altijd tegen opa, ruik deze kuil eens in. En dan pakt hij een beet en dan zegt hij, maar dit ruikt lekker. Dan ruikt hij in je neversflessen. Ja, dan weet ik van, nou zijn de gisten actief. Maar die gisten, die willen we dus niet hebben. En daar moeten we eigenlijk wat aan doen. En hoe dood ik nou gisten? Azijnzuur. En dat is weer lastig. Want als ik hier in de natuur kijk, en ik kijk naar al dit verhaal, dan praat ik hier over bacteriën. En dat zijn allemaal lactobacillicus, heette die. Melkzuur. En in de natuur komen bijna geen dominante melkzuurbacteriën voor die azijnzuur produceren. Met andere woorden, in de natuur zijn eigenlijk geen azijnzuurvormende melkzuurbacteriën. En dan kun je kunt het mooi vertellen, maar ik heb Eurofins en dan staat daar 20. Nou, ik heb dat meegemaakt in Groningen bij een boer. Die belde op. Hij zei, moet eens even een keer langskomen. Ik heb een hele goede broeiindex. En er zit 28 azijnzuur in mijn kuil. En hij kan eigenlijk niet in temperatuur verhogen, want de broeiindex is goed. Hij zegt, maar ik kan wel een brandweerauto kopen, want hij is bijna 60 graden. Hij vliegt maar eens in de brand. En toen had ik ook geen antwoord op dat moment, hè. Ik denk, hoe kan dat nou? Als er azijnzuur gevormd is, gaan die gisten dood, kan die nooit zo warm worden. En toen ben ik naar Eurofins toegegaan en toen zei ik tegen Eurofins, dit is het probleem. Jullie voorspelbaarheid van de broeiindex is gewoon niet goed. Er is iets anders aan de hand. En toen zijn we gaan zoeken met Eurofins en toen kwamen we er heel snel achter dat in de natuur nog twee bacteriën zijn die azijnzuur vormen. En die ene, dat waren bacillen. En bacillen, die zitten bijna niet in graskuil, maar die zitten op het algemeen in je maïskuil. Maar in gras kwamen we heel veel enteriobacteriën tegen. Poepbacteriën. Enteriobacteriën waren dat. En dat waren E. coli's. Maar als ze op het journaal zeggen, er zit E. coli in het water, dan wordt iedereen paniekerig. Want als ik een echte E. coli aantasting heb, nou, dat is levensbedreigend, hè. En waar komen bij jullie nou de meeste E. coli vandaan? Ja, uit mest. En ik durf eigenlijk wel te zeggen, als dat azijnzuurgehalte echt hoog wordt, of dat het echt gaat oplopen, 20 tot hoger, dan kun je ervan uitgaan dat je 98% zeker vervuiling hebt met mestdeeltjes. En jullie denken heel vaak van, dan moet ik ook mest zien, maar het is al als mest in aanraking is geweest met je gewas. Dan heb je de bacteriën er al zitten. Dus wees daar, hè. Hoe zeg je? Boterzuur? Ja, wie weet, ja, boterzuur, dat is een Clostridia. En dat was van God, Clostridia. En die Clostridia, die kunnen we heel makkelijk erin houden en rustig houden. Maar dan moeten we één ding doen, dat is dit snel naar beneden brengen. Dus een Clostridia heeft een hekel aan een lage pH. En als ik mijn pH laag heb, kan die niet gaan groeien. Je doodt hem niet, hè?
Je houdt hem rustig in je kuil. En dat zie je heel vaak. Ik zou zeggen, dat is mooi, dat is niet mooi. Maar dat zie je wel eens als je op het kijk. Ja, het is een minuut. Ik kan niet, als je daar helemaal bovenin kijkt, op dat hoekje, op die rug, dan zie je dat hij heel zwart is, donker. Dat is Clostridia. Die is daar actief. En hoe kan dat nou? Als je dat plastic erop hebt liggen en die zon die schijnt erop. En wat gebeurt er dan aan de andere kant van het plastic? Condens. En dat is vocht. En wat voor pH het water? 7. En dat vinden die Clostridia's geweldig. En dan worden ze weer actief. En wat doet de Clostridia? Die gaat dan rotten. Nou, die Clostridia's, dat is jouw boterzuur. Dus als wij de pH naar beneden brengen, dan is onze kuil snel stabiel en de Clostridia's zijn laag. Maar dit is interessant, hè? Want als ik deze er weer bij gooi, dan ben ik deze kwijt, want die is dood. Dus dat is heel belangrijk, dat we dat soort dingen weten. Want eigenlijk zeggen we dan heel duidelijk, dit is stap 1. En dit is stap 2, hier. En wat wij nu heel graag willen, dat is dat je eigenlijk, je kunt je niet verdiepen in al die bacteriën en soorten en typen en weet ik het wat. Dat is bijna niet te doen. Wat wij heel graag willen is dat je de grote lijn gaat zoeken. En dan zeggen wij, als ik dit soort gras heb, met dit verhaal, dan heb ik eigenlijk twee technologieën nodig. Dan heb ik 1, dat is stabiel maken, pH naar beneden, Clostridia's. En stap 2 is die gisten in de hand houden, zodat we absoluut geen warmte daarin krijgen. Hier is het heel anders. Hier heb ik maar 1 technologie nodig, dat is azijnzuur. Ik hoef alleen maar die gisten te doden. Maar als ik deze weer heb en ik heb heel lang gras van beheerslanden weet ik het wat, dan heb je misschien 3 technologieën nodig. Want dan heb ik misschien nog enzymen nodig, melkzuurbacteriën en azijnzuurbacteriën. En waar gaan wij nu naartoe? Wij gaan eigenlijk niet naar inkuilmiddelen toe, maar naar ruwvoerverbeteraars. We gaan veel dieper in die materie. We gaan veel meer kijken. En wat doet nou bijvoorbeeld een Buchnerie? Even kijken, Buchnerie. Of een Hilgardi. Gardi. Ai. Buchner en haar, wat produceren die? Die produceren azijnzuur. Daar hebben we het net over gehad. Maar die produceren ook 1,2 propaandiol. En wat is nou propaandiol? Propyleenglycol. Oh, ja, dat ken ik. Nou, en wat is propyleenglycol? Energie. Dat is een bak energie. Met andere woorden, dit soort bacteriën zijn in staat om nog veel meer energie uit de kele droge stof te halen. En dat tikt behoorlijk aan. Maar die propaandiol, dat is ook weer heel interessant. Propyleenglycol. Als daar een zuurstofinslag komt, dan gaat hij maken propionzuur. En dat is zelfregulerend. Daar hoef je niks voor te doen. Dus die propaandiol en zuurstofinslag met propion. Als ik daar kijk, dan zit die kuil heel mooi dicht. Maar je weet ook dat ik altijd intreding heb van zuurstof. En hoe ver dat gaat, hangt van de dichtheid af. Ik weet op dat, als ik in het tabellenboek kijk, dat ik ongeveer een zuurstofinslag heb van een natuurlijke oorzaak van 30 centimeter. Dat betekent dat ik een voersnelheid moet hebben van 60, om het voor te blijven. Maar nou zit ik daar, dan ga ik 90 centimeter zuurstof in die kuil. Dan moet ik 1,80 meter hebben. En dat is best wel eens wat te veel. Wat doet die bacterie? Die propaandiol wordt dan propionzuur. En wat doet propionzuur? Dat remt schimmels. Daar rem ik mijn schimmels mee. En dit is zelfregulerend. Hier hoef je niks voor te doen. Dus als ik geen zuurstofinslag heb, heb ik veel meer energie. Heb ik wel een zuurstofinslag, dan remt hij mijn schimmels. Want als ik te veel schimmels in mijn kuil krijg, dat gaat ten koste van de opname. En dan kost me dat ook weer veel liters. En wat ik heel graag wil is dat jullie eerst gaan kijken, heb ik 1 of 2 technologieën nodig. En als je dan
gaat kijken, dan zou ik deze twee er heel graag in willen hebben. Want dat regelt u zelf. Want daar heb ik een ander klimaat dan daar. En bij dat klimaat gaat deze veel beter aan het werk. Maar bij dat klimaat gaat hij beter aan het werk. Als hij eerst beter aan het werk is, komt hij daarna weer. En zo gaat hij dat zelf reguleren. En hoe zit dat nou? Dat is echt het laatste wat ik ga vertellen. Dat zit hem tussen de communicatie van je bacteriën. En dan doen we daar heel interessant over. Wij weten dat die bacteriën met elkaar communiceren. Maar we verstaan de taal nog niet. En hoe moet je dat voorstellen? Die bacteriën, dat zijn gewoon van dit soort kleine staafjes zo. En daaromheen, daar zit een biofilm. En neem van mij aan, dat je met communicatie, moet je altijd contact met elkaar hebben. En als je dan heel ver terug gaat denken, de Indianen deden dat al, hè. Met rooksignaal, dan hadden ze contact met elkaar. Zo ver moet je, maar er moest contact zijn, dan kun je dingen overgeven. Wij hebben tegenwoordig, dat heet dan de World Wide Web. Wij zijn allemaal met elkaar verbonden. Dus als je hier een druk op een knop doet, dan heb je een hele groep mensen naar je bereikt. Die bacteriën, die hebben met hun biofilmpjes contact met elkaar. En wat doen ze nou? Dit is bacterie X, dat is bacterie X en dit is bacterie Y. Dan gaan ze niks anders doen dan zeggen, wij X'en zijn dominanter, sterker dan jou. En wij bepalen wat er gebeurt in die kuil. En daarom zeggen wij ook altijd dat bacteriën, dat is net een burgerbevolking, dat zijn gewoon drie verschillende groepen. Ik heb goeien, ik heb slechten en ik heb meelopers. Nou, dat hebben we in Nederland toch ook. Als ik nou zorg dat deze goeien groot worden, dan gaan die meelopers daarbij aansluiten. Dat betekent ook, als ik wat toevoeg, en dan moet je echt gewoon op de verpakking kijken, dan moet er ongeveer op staan 250 tot 300 CFU's per gram. Is dat te laag, dan gaat dit systeem niet werken. Want als ik hier 50.000 CFU's naartoe breng, dat tikt niet aan. Maar breng ik hier in één keer 200.000 naartoe, nou, dan gebeurt er wat. En je moet je altijd maar voorstellen, dat is hetzelfde als wat de politiek zegt, vol is vol, hè. Dus je moet schuiven in deze bacteriën. Dit is reuze interessant. En dit wordt toekomst. Op deze manier gaan wij veel meer met ons ruwvoer doen. En we komen ook wel eens bij topkuilwinnaars. Dan zeggen we, ja, toevalstreffer. Maar het mooiste van de topkuil is dat je die om kunt zetten naar melk en vlees en dat soort dingen. En dat is kunstig, hoor. Dat is echt gigantisch knap. Als dat Bacardi hierin had gezeten in die hoeken, ja. Was het probleem dan niet geweest? Ja, dan was het probleem minder geweest. En dan was de schimmel was niet zo gaan spreiden als dit, maar was hij beperkt erin gebleven. Maar je hebt schimmel gehad. Je moet hem gewoon dichtrijden. Altijd eerst management, altijd de dingen goed voor elkaar. Weet je waar ik altijd heel treurig van word? Geen idee. Dat zijn boeren. Ik schat jou daar nou misschien ook wel bij. Denk het wel. Maar dan kom ik daar. En dan kom je daar en dan loop je op het land en dan zeggen ze tegen mij, oh, je wil 10.000 liter of 11.000 liter per koemelk. En dan zie ik dat ruwvoer liggen en dat is gewoon één grote troep. En weet je wat ze dan tegen me zeggen? Piet, wat moet hierin? Nou, dan zeg ik, dan kun je van grote troep, kan je nu troep maken of je gooit het gelijk op de mestvaal. En dat is wat ik wil zeggen. Als je je management goed hebt en je hebt goede kuilen en je hebt goed gras liggen, ga dan verbeteren en ga dan rendement maken.